Dat was wel iets tof om zo'n fiets in het klein te zien. En die fiets heeft een koers meegemaakt, maar de coureur is zwaar gevallen en het wiel stond scheef. En dat is afgevallen. En dan hebben we er een nieuw wiel moeten opzetten, maar daar had de fietsmaker niet genoeg tijd voor om dat wiel erop te zetten. Dus kon hij niet aan de volgende koers meedoen. De wielen kunnen wel echt draaien, behalve de voorste staat wel krom. Daardoor gaat dat niet zo goed. Uw achterwiel kan je ook besturen, precies. Bewegen? Ja. Een beetje. Ah, ja. Dat het niet zo goed vast staat. Dus dat is een fiets die zwengt uit. Ja. Lekker vraag. En wat heeft u dan geleerd? Dat je sommige taken voor techniek niet moet onderschatten, want deze fiets was eigenlijk best wel redelijk moeilijk om te maken. Je hebt wel zelf gekozen, hè? Ja, zwaar. Dat leek gewoon tof om te doen, maar achteraf leek dat toch moeilijker te zijn dan dat is. Dan dat lijkt. Dit is onze sterrenhemel. Ons idee was om met makkelijke figuren iets leuks te maken. Toen kwamen we op het idee om een sterrenhemel te maken. We zien hier 5 figuren. En er is 1 hartje. Dat heeft natuurlijk niks met een sterrenhemel te maken, maar daarmee bedoelen we dat elk kind lief moet hebben. Er zijn ook nog 4 andere figuren die normaal zijn in een sterrenhemel. In het begin hadden we het wel moeilijk met het verdelen van taken in onze groep, want er waren wat moeilijkheden. Maar dan hebben we toch allemaal kunnen verdelen en af en toe wisselden we eens af. Zo, dit was onze sterrenhemel. In het begin was het moeilijk omdat we het niet allemaal samenwerkten, maar na een tijdje was het wel, dan lukte het wel. We hebben elkaar beter leren kennen. We kunnen nu goed samenwerken. En iedereen heeft nu eigenlijk zijn eigen taak gekregen in de groep. En uiteindelijk lukte dat heel goed. En ja, dan zijn we uiteindelijk tot dit resultaat gekomen. Eigenlijk hadden we een klein beetje spijt dat het al gedaan was. Ja, was wel tof. Ik vind het wel jammer dat we er niet wat meer figuurtjes nog aan konden hangen. Wij zijn de 3 Jonnies. Wij hebben een luchtballon gemaakt. En wij willen een reis rond Afrika maken om Pokémon live te zien. Maar opeens, we gaan met het vliegtuig en boem, klets, boem, patat. Een bende wilde wasduiven vliegt door de ruit en prikt in de piloot zijn pruik. Boem, klets, bam, tegen de grond. Door al dat gepik kan de piloot niet meer sturen en vliegt hij met zijn vliegtuig recht de vijver in. Maar in die vijver zijn we helemaal niet alleen. Daar wonen de mini-dwergen met de feetjes. Ze zijn samen, al heel wat jaren. Ze zijn heel boos, omdat we zoveel lawaai hebben aangericht en zoveel schade. Een paar huisjes zijn helemaal platgebrand. Na veel praten met alle dwergen en alle feetjes en nadat we veel werk hebben verricht en alle huisjes terug hebben opgebouwd, vertellen ze ons hoe we verder kunnen gaan, maar dan wel zonder vliegtuig, maar met een luchtballon. Ze laten ons oude restanten zien van andere reizigers die hier zijn gekomen. Met de luchtballon steken we Afrika verder door en gaan we naar Azië. In het begin bleef niets aan elkaar hangen, omdat alles roest. Dus we zijn opgestegen en we vliegen over Kilimanjaro. En na een paar dagen, dan komen we in Azië. En dan kunnen we Pokémon live zien. En dat is super cool. En dan zijn we teruggevlogen en iedereen vond dat super cool. Dat we Pokémon hadden gezien. Nadat we dus terug in België waren, hebben we nog veel aan die reis gedacht.
Maar we hebben ook er heel veel over gebabbeld met familie. Zoals dat we in het begin met al die mini-dwergen heel veel problemen hadden. Ze konden niet zo hoog gaan als wij. Wij moesten dus eigenlijk altijd alles alleen doen. En daarom is onze luchtballon ook wat scheef geworden. En hangen de ene touwtjes lager dan de andere. Maar na heel veel werk zijn we dan toch verder geraakt. En dan zijn we terug naar België kunnen. In het begin bleef niets aan elkaar hangen. Omdat we niet goed samen konden werken. Maar uiteindelijk lukte dat wel omdat we onze taken beter hadden verdeeld. En zo is hij dan toch nog gekomen. Wij hebben smileys gemaakt omdat we veel lachen, veel plezier maken en veel grapjes vertalen en zo aan elkaar. In het begin wilden we Mickey Mouse maken, maar dat lukte niet. Omdat alles was zo dicht op elkaar, dus hebben we dan uiteindelijk originele smileys gemaakt. We hebben 3 verschillende smileys gemaakt die eigenlijk wel bij ons passen. Een lachende, omdat wij altijd blij zijn en zo. Een wenende, omdat dat, als we een slechte toets hebben, dan lukt dat. Dan zijn wij niet zo blij. En een verliefde smiley voor je weet maar nooit. In het begin lukte het niet zo goed, want we wisten niet hoe we het moesten aanpakken en zo. Maar op het einde ging alles veel beter en werkten we beter samen. Ja, alles ging sneller op het einde. De laatste 2 lessen, alles ging gewoon goed. En in het begin was alles zo trager, maar het maakte wel nog altijd plezier. Maar op het einde ging echt alles goed, vlot. We hadden op de eerste 2 lessen hadden wij maar 1 smiley kunnen maken. En de laatste les hebben wij 2 smileys kunnen maken. En daardoor hebben we ook veel meer geleerd over koperdraad en om te strippen en om te vouwen en zo. Ik vond het wel leuk om zoiets te doen. Het was wel iets anders. En ik had het nog nooit gedaan. Ja, het was echt een ervaring en we wilden dat zeker nog eens doen. Thuis of zo. We hebben tijdens het werken hebben we ook wel grapjes gemaakt, maar op het einde hadden we toch wel kunnen doorwerken. En om met plezier te werken, dan heb je toch wel een goed resultaat en zo. Omdat als je zo serieus bent, maar toch iets goed resultaat hebt, dat is zo anders. Want dan is alles zo, je moet dat doen en dan wordt iedereen boos als iets misdoet. En bij ons was het zo wat rustiger van, kom aan, dat is niet erg als iets misdoet en zo. En we zijn nog trots op wat we hebben gemaakt. Ja, iedereen had zijn taak en iedereen moest gewoon zijn taak doen en dan ging alles goed. En Van al die fouten hebben we ook nieuwe dingen geleerd. Bijvoorbeeld om te solderen. Eerst deden we misschien iets fout, maar nu kunnen wij dat wel. En dat levert toch wel een goed resultaat op. Eerst hadden we van plan om Mickey Mouse te maken en dat was haar idee. Ja. Maar dat is niet gelukt, dus dan hadden we dan samen toch wel beslist om iets makkelijkers te maken. En dan kwam je op smileys. Dat is toch nogal origineel en leuk en om te maken en grappig soms. Wij hebben een oude windmolen gemaakt op een boerderij, waar juist een heel grote, zware storm is geweest. Waardoor de grond modderig en dretsig is geworden. Waardoor de windmolen een beetje zo in de grond is gezakt en wat scheef is gegaan. Wat hebben we eigenlijk geleerd om te maken? Eerst was het wel wat zoeken wie soldeert er, wie houdt vast. En dan hebben we dat uiteindelijk wel gevonden van wie houdt er vast. En dan hebben we die taken proberen vast te houden. En als er iets niet lukte, probeer dat iemand anders. En uiteindelijk zijn we tot een behoorlijk resultaat gekomen. Zeggen we ze toch wel allemaal. De eerste keer vond ik het wel moeilijk. Maar tweede keer was het al wat vlotter gegaan. Het waren makkelijke stukjes. En we zijn tot een mooi resultaat gekomen. En daarna dacht ik van, er is een ladder, waarom dan geen mannetje maken? En hier hebben we dan een mooi klein mannetje gemaakt die op de ladder klimt. Het was mijn idee om een windmolen te maken, omdat ze bij mij in de straat, op het einde zijn ze windmolens aan het zetten, net op het moment dat wij de eerste les hadden gekregen. Soms was het moeilijk om de rondes te solderen, want je mag niet 2 keer op 1 plaat solderen. Dus dat was wel in het begin zoeken hoe dat je moest buigen en doen, maar uiteindelijk is dat wel gegaan. Waarom geen 2 keer op dezelfde plaat? Dan komt de andere soldering los, omdat die ook warm wordt. En dan houdt dat niet na een tijd. In het begin was het wel soms een beetje discussie wie dat wat deed en
wat er moest gebeuren. Maar na een tijdje zijn we dan toch leren samenwerken. En dan is het toch nog uiteindelijk een goed resultaat geworden. Ja, het was wel heel plezant om zo in een groepje samen te werken. Eerst was het wat van... En dan hebben we onze draai precies gevonden. We hebben veel plezier gemaakt. Gevonden eigenlijk. En veel grapjes gemaakt en zo. Een draai gevonden met een windmolen. Ja, hè? Het kan zelf draaien. De eerste keer dacht ik in mijn eigen... Ja, het gaat hier saai worden, maar... Eigenlijk was het heel leuk om dit te maken. Want ik had dat nog nooit gedaan, zoiets. Want ik ben eigenlijk niet zo handig. Ik kan dat niet zo goed. Ik vind dat eigenlijk een beetje moeilijk, maar we hebben goed samengewerkt en het lukte goed. Mijn vrienden die helpen me goed en het ging makkelijk en vlot. Ik vond het leuk om elkaar te helpen als er iets niet lukte. Dat was heel, heel leuk om te zien wie dat wat beter kon dan de andere. Maar waar dat de andere dan in een ander aspect dan toch weer beter was. En zo kon je elkaar aanvullen. Ik ben Karel van Kouwenbergen. Al meer dan 3 lesuren maken we deze ballon alsof ze voor onszelf zouden zijn. Wij gebruiken geen goedkoop kippendraad, maar goed gestript koperdraad. Dit is het nieuwste ballonmodel van 2013. Die noemen wij Kaloustis. De naam is afgeleid van onze namen, de eerste 2 letters. Sommige dingen waren moeilijk, maar als ze goed samenwerken, dan lukt het wel. Onze voldoening was groot toen we uiteindelijk het resultaat zagen. Door deze opdracht hebben we geleerd dat je, als je je goed inzet en goed samenwerkt, je heel veel kan bereiken. Het moeilijkste was om alles aan elkaar te solderen en die touwtjes zo allemaal vast te maken. Die waren heel dun en heel klein, dat was het moeilijkst. En we vonden het een leuke opdracht. Ja, zeker nog eens voor herhaling vatbaar. Maar het is niet altijd even haalbaar. Je moet de nodige spullen hebben. Die hebben ook niet altijd thuis liggen. Waar heb je die gehaald, die spullen? Hier van bij u in de klas en van het containerpark. Koperdraad. De klas hebben we een soldeerbout. En de touwtjes. En al het koperdraad is van het containerpark. We hebben niks moeten gaan kopen. Dat is dus goedkoper. Ja. Dit is ons atomium. We hebben eigenlijk voor dit onderwerp gekozen omdat het heel gemakkelijke figuren heeft om te kunnen maken. De bollen en de staven waren redelijk gemakkelijk, maar alles bijeen gaf toch wel wat werk. We hebben een verhaaltje rond het atomium gemaakt, want het staat een beetje scheef en ja, de bollen zijn niet allemaal even groot. Dat komt omdat er een feest was in een van die bollen van Tatonium. En ja. Ja, er was iemand die er te veel was bijgekomen. En zo is Tatonium scheef gaan staan. Sommige poten zijn iets korter. Maar dat komt omdat die werkmannen hadden toen te weinig metaal. Ons Tatonium is niet perfect, maar perfectie bestaat niet. Ons Tatonium is niet verzekerd, dus... Als je het wilt betreden, dan op eigen risico, want als het neerstort... We hebben heel goed samengewerkt en alles is goed verlopen. We hopen dat jullie het mooi vinden, want ja, we hebben er echt hard aan gewerkt. Dag. Ik keek eigenlijk naar het programma en ik dacht... Gewoon, ik was bij hem komen spelen en wij gingen naar een programma kijken. En wij zagen een reuzenrad. We dachten, oh tof, dat is een goed idee voor ons TO... project en dat hebben we dan gebruikt. We hebben een paar ideetjes van dat programma dan gemaakt. Door wat in de lokaal rond te kijken, bracht het ook ons een beetje op ideeën hoe we dat konden rondkrijgen, maar we waren ook maar met 2 en daarom ging het niet zo vlot en daarom hebben we het niet helemaal afgekregen en daarom staat het scheef. Ja, we zijn ook niet zo handig. Ja. En op dat idee
we vonden dat ook een tof idee, omdat we dachten, Engeland, de Big Bang, de London Eye, wij vinden dat echt wel mooi in Reuzenrad. En we wilden dat wel eens zien in Londen, wij wilden er echt wel naartoe gaan. En ja, dat vond ik echt wel tof. En ja, dan tijdens het bouwen van ja, dit kleine reuzenradje, hebben we een beetje... Ja, veel tijd aan. De eerste uren waren vrij moeilijk, omdat we niet wisten hoe we ja, dit moesten rondkrijgen. En dan, ja, dan hebben we zitten zoeken naar voorwerpen en zo, maar dat was echt niet gelukt. En dan vonden we ja, toch iets. En zo is dat dan... In het begin ging het wat traag, daarna... Ging het iets vlotter, maar bleef wel traag. Ja, want wij zijn niet echt handig, maar we zijn wat beter gaan samenwerken. En ja, ja, we en hebben dan... toch gezorgd dat het reuzenrad kan draaien. Ja, en ja. Nu lukt het niet zo goed, omdat dat draait. En ja, ziet je, ik ben niet handig. ik ben echt niet handig. Als ik iets moet dragen of zo, ik laat dat direct vallen. Ja, en dan hebben we eens geproefd van dit TO-project en ja, in het begin het ging wel moeilijk en daarna vond ik het wel tof en dan toen we begonnen samenwerken was het goed gelukt. Ja, nu dat we dit hebben gemaakt, denk ik dat ik ook wel eens met mijn ouders of mijn vrienden nog eens iets ga maken. Om een duur was het wel een tof opdracht, ja, en ik heb leren samenwerken en solderen en strippen, ja. En dan hebben we zo ook gezocht wie wat het best kon. Dan hebben we dat gevonden. Ja. En zo hebben we tot dit resultaat gekregen. Dus ik ben er eigenlijk wel een beetje trots op. Ja, het is wel tof. En je waren ook maar met tweeën, hè? Ja. Dus de meeste groepen waren met meer dan dubbel zoveel volk. Want dat heeft natuurlijk het voordeel dat je dubbel zoveel kunt doen, hè? Ja. Op dezelfde tijd. Goed. The end. Tada! Eerst is er niet wat we moesten maken. En eerst hadden we een brug maken. Maar dat werkte niet goed. En dan hebben we besloten om een camera te maken. En ja, dat is de camera. We hadden wel een beetje problemen met lossen. Maar dat is over het algemeen. Met solderen. Maar dat is over het algemeen wel nog goed gekomen. Hier is de lens. En hier heb je een... Hier kun je kijken wat je hebt getrokken. En je ziet ook dat hij niet zo mooi is. Dus hij komt uit een Aldi. Want ja, dat is niet zo'n goede kwaliteit. Maar hij werkt toch. En wat heeft dat u bijgebracht, deze opdracht? Dat als je in groep moet werken, dat soms wel vervelend is. En dat soms, ja... moeilijk is, want dan moet je allemaal eens zijn en als dat dan zo niet is, en dan vindt de ene dat woorden, je moet rekening houden met elkaar. Ja. We hebben ook een lens proberen maken. Hier moest hij normaal komen, aan dat rondje. Maar dat is dan een beetje mislukt en hebben we dat toch zo gelaten. We hebben ook een kijkgaatje gemaakt, zo hier van boven. En voor de rest is hij nog wat scheef en zo. Wel slechte kwaliteit, zijn gelukkigheid. Deze auto is van Davy geweest. Dat is iemand heel beroemd. Die maakte heel veel auto's en die heeft deze ook gemaakt. En die heeft er ook altijd mee gereden. Daarom is die ook wat kapot, want Davy die kon nog niet zo goed rijden. Want vroeger, in die tijd, moest je je rijbewijs nog niet halen. Kon je dat gewoon... gaan halen bij het stadhuis. En dat heeft hij dus gedaan. En die kon dat niet goed. Dus daardoor heeft hij er veel mee gebotst. Dat is heel goede kwaliteit, deze auto. Want die is er al tientallen keren mee gebotst. En hij bestaat nog. Ja, we hebben heel veel moeite gehad met het solderen hier van boven en zo. Want het viel er altijd af, dat soldeersel. Dus ja, we hebben een paar problemen daarmee gehad. Maar ik heb een paar dingen geleerd dat wel leuk is en dat is voor herhaling vatbaar. Zo om een auto te maken of iets anders. En ik heb ook geleerd, ik koop nooit meer een auto van Davy. We hebben hem gekocht op de tweedehands.
En de achterste wielen die waren eraf. En we hebben er zelf terug moeten aanzetten wij. En ja, ik sta al een beetje scheef eigenlijk. Maar ik vond het wel tof om die auto te maken. Ik vond het heel plezant. Wel een beetje werk, maar ik vind het wel tof. Ik kan het wel nog eens doen. En we hebben ze hier samengezet, dat die niet konden bewegen, de wielen. En het was wel heel leuk, vond ik, met 5 man. Ja. Eerst wilden we er een motor in zetten, maar we hebben ontdekt dat die eigenlijk veel te snel ging rijden en we zouden niet graag een boete in onze brieven bezetten. Ja, want dan mochten ze nog maar 2 km/u rijden en die ging 50, 60 per uur en dan hebben we dat toch niet gedaan. Want ja, dat mocht toch niet. Toen niet. Ja, we wilden er een manneke in zetten, maar dat manneke wou helemaal die auto niet meer kopen, want hij vond hem niet meer zo goed. Maar dan hebben wij hem maar gekocht, hè, want wij vonden hem wel nog goed en hij is nog in staat om ja, een beetje te rijden. Dus wij vonden dat wel goed, ja. Ja. Dus met een schone auto vind ik. We hebben hem samen gemaakt, heel plezant. Ja. En de banden waren wel moeilijk om te maken. En we hebben die samen gesoldeerd in het midden. En ja, we hebben ook met een lijmstift, de vorm van een lijmstift, hebben we die banden gemaakt. En toen moesten we, ja, dit hier moesten wij erop solderen. Dat was wel een beetje moeilijk. En toen wouden we, ja, we wouden ook een deurken maken en zo. Maar ja, dat ging niet meer lukken eigenlijk, want wij waren met de banden bezig, want dat was echt wel een soort van probleem eigenlijk. En voor de rest heeft dat wel goed verlopen. We hebben ook naar deuren gezocht, maar die deuren waren allemaal, die pasten er niet in. En ja, we konden moeilijk een te groot of te kleine pakken, want het nut was daar niet van. Dus hebben we maar geen deur gepakt. En ja, we hebben ook hier die 2 laagjes gedaan. We wouden er eerst 4 maken, hier 2 en daar 2 voor de stevigheid. Maar het bleek dat het zo ook stevig genoeg was. Maar ja, het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost eigenlijk, want bij Johan is er een klein ongelukje gebeurd. Dat waren dus de tranen. En bij Thibaut is er ook een ongelukje gebeurd. Dat was het bloed. En het zweet was ja, meer zo van Falco en de rest van de groep. En ja, voor de rest ging het wel goed met deze auto. En we gaan hem zeker houden als het mag, of een foto van trekken of zo. En dat is zeker voor herhaling vatbaar. Deze auto die was zo rond de tijd van de 18e eeuw was die auto gemaakt. Maar we hebben die eigenlijk maar gekocht nu. Want er werd maar gereden zo rond de tijd van 1920. En die mochten nog niet hard rijden, dus hebben die auto die maar weggedaan. En ja, je ziet ook eigenlijk wel dat het oud is, want het is helemaal verroest. Het is ja, zowat de kleur van roest, maar... En ja, het enige, zoals zilver, maar ja, dat is zo van toen we dat hebben gemaakt. En ja, en heeft ook een ruit, maar ja, dat zie je niet goed, want door al dat licht dat er op ons schijnt, is dat niet zo goed. En ja. We hebben ook een open dak. Ja. In die tijd was er nog geen airco. Die mensen moesten ook fris hebben. Dus voor de winter is dat wel iets anders, een beetje fris. Maar voor in de zomer is dat wel plezant. Cool. Ja. Dat maakt eigenlijk niet veel uit, want die droeg toch 3 mutsen. Ja, dat wel, hè. Ja. En we wouden er ook stoeljes in doen, maar dat was eigenlijk een heel moderne auto in die tijd. En er zijn een paar accidentjes mee gebeurd, maar ze waren aan het botsen. En de ene pakt zijn springstoel en die schiet dat af. En de andere doet hetzelfde. En nu zijn er geen stoeljes meer, dus dat is daarom. En we konden geen formaat vinden van die stoeljes. Dus ja. Ja, dat was met zo'n rossaar dat in die tijd werd gemaakt, maar dat bleek niet zo handig te zijn. Want ze hadden nog geen parachute uitgevonden of zo en ze vlogen echt gewoon op de grond. En daarom staat deze auto zo bekend van ja, zo'n slechte auto te zijn, maar voor ons is dat echt wel een goede auto.
hier ziet je nog die rossa, maar dat is niet goed zichtbaar met die lichten. Dus ja. En ja, dat was onze auto, hè. Ja. We gaan er zeker zo nog eentje maken of iets anders. We hadden niet veel inspiratie om eens te beginnen, want we wilden allemaal iets anders maken. Dus dan zijn we op het idee gekomen om al onze ideeën samen in één dromenvanger-achtig iets te maken. En dan waren we allemaal blij. Het was wel moeilijk om dat aan elkaar te solderen, vooral bij de namen, omdat dat vaak terug loskwam. En dan is dat wel een beetje frustrerend na een tijd. We hebben elke naam past wel bij iets. Bijvoorbeeld bij mij hangt er een bril en dat is dan Henriette Potter. En dan bij Marta hangt er een ster. Bij Stien een strikje. En bij Lena een raket. Ik heb een strikje. Omdat Elio Di Rupo, die had mij gebeld voordat we dat gingen maken. En die had mij gevraagd om ook iets daaraan te hangen dat bij hem paste. Dus ik dacht, waarom geen strikje? Ik heb een ster. Dat was ons eerste beeldje. Hè. We dachten dat dat mislukt was, maar het is toch nog iets geworden. Ik heb een raket. Omdat, ja... Ik ken iemand en die is al eens op de maan geweest. En ik ben ook altijd keisnel. Dus ja. Ik ben de snelste thuis. Hè. En wie is er op de maan geweest? Ja, een vriend van mij. Maar ik kan zijn naam niet goed uitspreken. Neil Armstrong. Ah ja. En hoe noemt je die dan? Nieltje. Ja. Ah, ja. Nieltje. Nieltje. En gaat je die regelmatig bezoeken? Ja, soms. Maar als je alleen naar de maan gaat, dan, ja, dan gaat het niet. Hè. Ja, maar ik denk dat die nu ergens anders ligt. Hè? Ah, ja. Dat weet ik niet, want ik heb hem al een tijdje niet meer gezien. Ja, dat is normaal. Die is dood. Ja. Dat was wel een heel triestig, net hij was gestorven. Die dood. Ja. En daarom dachten we van ja, we maken een eerbetoon. Betoon, weet ik veel. Aan hem. En dan kwam Lena met het geweldige idee om een raketje te maken. Voor onze goede vriend Nili. Nee. We danken nog aan u. Waarschijnlijk ja. Zit je nu te chillen bij mijn opa. Ja. Cool. Nu is Nili aan het chillen met mijn opa. En met de mijne ook natuurlijk. Hè. Met de mijne. De mijne nog niet. Nog niet, maar ze wachten op u. Ja. En op je opa. Zal ik al opa is nog druk in de week. Nee, eigenlijk echt helemaal niet. Hij is nu al aan het chillen. Ja, in de zetel. Ja. Chillen in de zetel. Met zichzelf. Dat doe ik ook graag, chillen in de zetel. En die vlindertjes heeft te maken omdat wij heel goed hebben samengewerkt en wij vonden dat heel leuk. En die krulletjes, ja, heel stom op te vullen. Fantasie. Heel ja. 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 Ah ja, en ook omdat je een achternaam zo er wel op lijkt. Op wat, hè? Op die rozaakjes. Meneer Rossaar. Dus ja. Een vrulletjes. Of vrulletjes. Ja, dat lijkt op vrulletjes. Meneer Vrulletjes. Ja. Dat zou ik wel passen. Het was heel leuk om het te maken. We hebben er ook veel van geleerd. Dat je niet te veel soldeerstel moest pakken, bijvoorbeeld. En dat het rap terug uit elkaar valt. Ja. Er gingen al een paar dromenvangers, maar geen enkele zo mooi als die van ons. Inderdaad. Ik dacht, we geven ons even een complimentje. En ja, dat heeft ons ook gemotiveerd om de allermooiste te maken. Oh. Ja, zo ja. Ja, ik kom toch dus zo lekker. Dacht je dat het eerst lelijk ging zijn? Maar ja. Het is nog schoon geworden. Ja. En we hebben heel veel werk gehad. We hebben zeker nog tot de laatste moeten werken. Ja. En u hebt ons nog geholpen. Dank u wel. Dank u wel. Heel de nachten doorgewerkt. Jawel. Elke donderdag. Ja. Dank u wel.